Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear. Het item waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Op woensdag op YouTube. Je moet een dag langer wachten. Is niet anders. Hier op gamersnet.nl. En een van de leuke dingen die we de laatste doen is natuurlijk meubilair. En dat wordt steeds vaker opgepakt. We krijgen bureaustoelen toegestuurd. We krijgen hele bureaus toegestuurd. Maar dit keer hebben we weer een vette racing chair of een vette gaming chair. De DX Racer Racing Pro, ja, dat was hem, R131NR. En dat is deze fucking mooie zwart-rode chair, die ook kan draaien. Dat is de eerste feature die we even kunnen laten zien. Niet heel stabiel, want er staat op dozen. En Tom staat naast me, Tom is ook van Gamers.nl. En die heeft op dit heerlijke kussentje met zijn billetjes gezeten. Tom, wat voel je billetjes? Mijn billetjes voelden stevig. Ja. Ferme stoel om op te zitten. Ja. En het is weer een racing chair. Inmiddels hebben we er zoveel. DX Racer is wel een beetje het originele merk of zo. Degene die als eerst dachten van, oh, als we racing stoelen nou eens een soort van bureaustoelen van maken. En dan zijn het gaming chairs. De legacy brand. Ja, een beetje. Het is natuurlijk een marketingpraatje eerste klas. Maar nee, iedereen wil tegenwoordig een gaming chair. Want dan ziet het cool uit op stream. Of dan denk je dat je beter of comfortabeler gaat gamen. Is ook wel een beetje zo. Want een goede stoel is ook gewoon belangrijk. Dit modelletje kost €360. En dan valt het wel in de categorie prima stoeletje. Ja, maar hij draait het 360 graden. Ja, ik snap de koppeling ook wel hoor. Hey, ik wilde slim. Even één dingetje zeggen, want ik zat er net op. En een van de dingen die ik heel fijn vond is dit rugkussentje. En dit rugkussentje is bij heel veel andere racing chairs of gaming chairs is een annoyance. Die voelt vaak heel dik in je onderrug. Dat is ook wel eens goed, want dan ga je juist beter rechtop zitten. Ik weet dat dat goed is, maar ik ga geen stoel kopen om gepijnigd te worden. Maar bij deze vond ik dat totaal niet het geval. Ik vond deze echt lekker zitten. Ja, hij is ook. Misschien is het dat DX Racer wat meer ervaring heeft. Heel veel aspecten van de stoel voelen wat meer wel overwogen aan. Ik bedoel, we hebben ook een Speedlink chair gedaan die echt een goede 100, €200 goedkoper is. En die heeft dan heel veel van die dingetjes die denkt van, ja, ik snap wat je probeert te doen, maar net niet. Ja, maar goed, maar bij DX Racer heb je dat natuurlijk ook een andere prijsklasse. Jazeker. Want dit is wel de duurste stoel die wij tot nu toe hebben behandeld. Hè? Dat is wel. Inderdaad wel, ja, nee, tot dusver is dit de duurste stoel die we behandeld, ja. En dat merk je. Maar buiten dit rugkussentje en hoe het algemeen zit, waar merk je dat nog meer aan? Wat vind jij van, god, dit is kwaliteit wat ik bij anderen zoiets heb van, mee? Nou, ik vind hem vooral heel stevig. En daar ben ik heel blij mee. Ik zei al, de Speedlink stoel, die is ook echt, daar zitten wat dingetjes los. Op een gegeven moment ga je met je arm leunen op die armsteun en dan breekt die in één keer half door of zo. Dat heb je hier echt niet. Je kunt erop slaan, je kunt ermee gooien. Dit ding blijft super stevig in elkaar zitten. Ik weet niet hoe het zit met de flex van alles, want het schijnt als je zo'n ding 2-3 jaar lang gebruikt, dat hij misschien wat meer kan gaan flexen. Maar ja, dat kunnen wij natuurlijk nou niet testen. Maar tot dusver, alles voelt gewoon heel gedegen aan. Alsof het een rots is waar je op zit, maar dan net iets comfortabeler. Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het stofje, want het is geen leer, het is polyuteraan. Eerder hebben we daar een Games of Gear uitgebreid over gehad, wat dat precies is. Het is eigenlijk gewoon nep. Het is plastic. Maar het is het duurste plastic wat probeert leer na te bootsen. Mooi gezegd. Ja. En dat is een heel fijn stofje. Ja, ik vind hem ook wel heel prettig. Je hebt ook, soms laat je er iets op vallen van, weet ik veel, een druppel water of zo. Je veegt het er allemaal zo vanaf. Het is nergens dat het echt zoiets heeft van, weet je, je kunt erin gaan krassen, je kunt er wat vuil op gooien, maar het blijft altijd wel stevig in elkaar zitten. Moet ik wel zeggen dat soms het stikwerk her en der een beetje los is, maar ik denk dat dat niet echt iets is wat je DX Racer kan aanmeten, want het is gewoon, dat kan bij elke stoel gebeuren dat af en toe het stik een beetje net iets minder is of zo. Waarom? Waarom kan je dat niet aanrekenen? Dat hoort ook bij de kwaliteit van de stoel, toch? Ja, nou ja, goed, het stikwerk, het gaat uiteindelijk ergens wel een keer loskomen. Het is nou dat het iets sneller gebeurt. Het is misschien niet helemaal fraai voor de prijs van €360. Ja, daarvoor op was het vooral. Ja, nou ja, dat is voor die prijs misschien net iets minder fraai. Maar in het algemeen gewoon bouwmateriaal, het onderstel, de armsteunen, alles voelt super gedegen aan. Zeg, wanneer laat je wel eens een druppel water op iets vallen? I don't know, als ik proest of zo, weet je, spit take, dat net grappig. Dan denk ik, maar verder zal het niet heel vaak. Als je YouTube-video's aan het kijken bent. Ja, als ik YouTube-video's aan het kijken ben, het ging fout. Nee, oprecht gewoon in alles. Ik heb hem nou een aantal weken gebruikt en het is echt, het zit comfortabel. Hij is ook nog aardig verstelbaar. De armsteunen zijn sneller. Of de armsteunen zijn in drie manieren te verstellen. Je kunt ze naar voren, naar achter, naar buiten, naar binnen. Ook natuurlijk naar boven en naar beneden. Ja. Alleen het ding is dus wel dat hij gaat niet 90 graden omlaag, de rugsteun dan. Oh. Die gaat tot van 90 tot 135 graden. Dus je kunt er heel rechtop in zitten, dat wel. Maar je kunt er net niet in slapen, zou je zeggen. Er zijn heel veel stoelen die gaan wel 90 graden naar beneden. Ik heb geen idee waarom je het zou willen. Omdat je deze een powernapje kan doen. Powernapje moet je juist zitten doen, toch? Dat je beter wakker blijft, zodat je makkelijker wakker kan worden. Ik weet het niet. Geef ons je
Pro Power Nap. En deze kan er ook af, toch, als je wil. Ja, natuurlijk. Nee, de rugsteun kan eraf en het hoofdsteuntje kan er ook af. En ik vind ook, ze hebben een heel fijn clipje daarvoor gemaakt voor dat hoofdsteuntje. Dus het is niet zo heel erg verstelbaar, maar je kunt het wel natuurlijk altijd heel gemakkelijk eraf en erop gooien. Hey, wat is jouw conclusie als je dit degelijke beestje bekijkt? Nou, ik vind het een hele prettige stoel, maar ik moet zeggen, die €360. Ik denk dat je dat pas echt hard kan gaan maken als het ding 3, 4, 5 jaar meegaat of zo. Want wij hebben nou een aantal gaming chairs en je ziet hier niet van €360 van wow, dit gaat geheid veel langer mee dan eentje van 280 of 230. Dus wat dat betreft denk ik dat het een beetje een marathon dingetje is. Het is geen sprintje, je moet natuurlijk dit soort dingen moeten langer meegaan. Ik hoop dat hij dat doet, maar ik weet dat persoonlijk dus niet at the moment, want we moeten dit ding nog even een aantal jaar laten staan dan. Okay. Maar voor nu, het voelt allemaal super stevig aan. Of het die €360 waar gaat maken, dat zie je pas, weet je wel, 2, 3 jaar down the road. Ja, ik nodig jullie allemaal uit voor de Games at Gear in 2020. Als we een tweede item gaan maken rondom deze. Helemaal echt een nucleaire ramp eroverheen gesmolten. En hij alles omgebouwd. Ja, super comfy. Je had hem toen moeten kopen, had je moeten krijgen. Een soort van cryptocurrency. Deze dingen inkopen en dan later weer verkopen. Ja, super slim. Ja. Hey jongens, onwijs bedankt voor het kijken naar Games at Gear. Mocht u nog meer willen weten over de laatste tech Games at Gear, maar ook over de laatste videogames. Check vooral elke dag gamersnet.nl voor het laatste nieuws, reviews, video's. Super gekke gemeligheid van de redactie van Gamersnet. Dit is Tom, ik ben Peter. En volgende week behandelen we ongetwijfeld een Samsung monitor, want dat wil ik. Oké, dan gaan we dat doen. Yay! Zo simpel is het. Ik krijg gewoon mijn orders voor volgende week krijg zo binnen in de video. I know. Hoe meta. Oh, en een geschreven review komt er ook nog aan. Nice, check dat, gamersnet.nl. Ik ben dom als je het niet doet. Ding, ding. Oh, ik dacht we gingen over fingerguns.